Rossio Hero Elite Multiturn. Nou, ik kon hem eigenlijk in het begin niet zo goed plaatsen, want hij ziet er voor mij heel erg racy uit. Maar ja, hij is niet slalom. Hij is ook niet reus slalom. Maar hij zit er eigenlijk echt super spot-on tussenin. Dus ik kan daar op grote snelheid lange bochten skiën, echt lekker carven. Ik kan ook heel makkelijk korte bochten skiën. Wat ik fijn vond aan deze ski is dat hij me heel veel versnelling gaf vanaf de achterkant, zonder dat hij me achterin drukte. Dus ik kon hem heel sportief skiën. Hij gaf me veel vertrouwen, want hij was direct op de kant. En ja, en ik vond hem in de punt eigenlijk heel voorspelbaar en zacht aanvoeren. Dus ik kon daar heel makkelijk mee carven. Dus op het moment dat je twijfelt tussen slalom en reuzen en je zou eigenlijk iets willen wat er tussenin zit, dan kan dit hem zijn. Zeker met wedstrijdgenen, want dit heeft alle karaktereigenschappen zoals een wedstrijdski die je zou moeten hebben. Dus voor een hoog niveau skier, een goede skier, sportieve skier, misschien wel een skileraar. Ik heb hem geskiet in 1,75. Nou, dat zou ik perfect vinden voor mij qua lengte. En laat je dus bij ons eventjes goed adviseren over jouw wensen. En dan zou dit een hele goede keuze zijn voor die doelgroep die ik net omschreven heb. Hero Elite Multiturn. Supergoeie ski.